Ja, burgemeester, wat wilt u binnen het jaar realiseren? Wat we graag als ploeg zouden willen realiseren het komende jaar is het instellen van een fietszone. Dat is een zone van 74 aaneensluitende fietsstraten. Op die manier wordt de fietser koning in het centrum van onze stad. Maar toch hoor je ook fietsers klagen die zeggen ja, het is niet altijd even veilig in Kortrijk. Misschien zouden ze beter investeren in structurele maatregelen. Dat gaan we ook doen. We hebben een plan om 16 oude fietssnelwegen te realiseren die de deelgemeenten verbinden met het centrum van onze stad. En dan een realisatie op langere termijn. Wat wilt u binnen 6 jaar realiseren? We zouden graag binnen 6 jaar de beste stad van Vlaanderen zijn. Op dit ogenblik is Mechelen dat. Iedereen weet dat. Vriend en vijand erkennen dat. Maar we hebben een ambitie. De lat ligt hoog. We willen Mechelen voorbijsteken binnen de 6 jaar. Ja, nochtans scoren jullie nu maar middelmatig op die stadsmonitor. Hoe ga je dat dan doen om dan van middelmatig naar de beste te evolueren? Daarvoor hebben we een plan klaargemaakt. Een plan waar we nu een grote bevraging rond organiseren. Dat we op vlak van verkeersveiligheid, groen, luchtkwaliteit, kindvriendelijkheid het nog veel beter kunnen doen. We zijn ervan overtuigd dat we dat binnen de 6 jaar kunnen realiseren. Welk aanslepend probleem gaat u eindelijk oplossen? Een van de grootste ergernissen bij de mensen is sluikstorten, in het bijzonder sigarettenpeuken en een kauwgom. En we stellen voor aan de Kortrijkzalen om mensen die een kauwgom op de grond gooien of een sigarettenpeuk, dat we die zouden bestraffen met een hasboete van €55. Die vraag hebben we nu gesteld aan de Kortrijkzalen. Al meer dan 3000 mensen hebben daarop geantwoord en we hopen dat we de meerderheid van de Kortrijkzalen achter deze aanpak kunnen scharen. Dus dan wordt er massaal erop gecontroleerd dan? Er zal gecontroleerd worden, dat zal de eerste stad zijn in Vlaanderen die dat doet, maar sigarettenpeuken en kauwgom is een plaag in alle steden, in alle gemeenten en we hopen dat de meerderheid van de Kortrijkzalen ons zal steunen. En wat zal u zeker niet doen, burgemeester? Wat ik de komende 6 jaar niet zal doen, ik zal geen minister worden. Ik ben niet beschikbaar om minister te worden in Brussel. Ik heb dat de voorbije 6 jaar ook beloofd. Ik heb mijn woord gehouden. Ik zal dat de komende 6 jaar ook doen, mijn woord houden en dus burgemeester blijven. Waarom hebt u dan ingestemd om de Kamerlijst te trekken? Omdat ik de voorbije 6 jaar ook al gezeteld heb als Kamerlid. Omdat ik geloof dat de combinatie van een goed parlementslid en een goede burgemeester ideaal is voor de stad en de belangen van de streek. Oké, goed, dankjewel. Ja.